zijn vandaag op de middenbaan in Barendrecht en we gaan mensen vragen hoe ze denken over de ontwikkeling van het nieuwe centrum. Dinsdag vergaderde de commissie ruimte in het gemeentehuis van Barendrecht en toen bleek dat een groot aantal centrumbewoners volstrekt tegen het nieuwe centrum was. Termen als radicaal, volstrekt overbodig en financieel onhaalbaar werden uitgesproken. We vragen mensen wat zij zo graag zouden zien in het nieuwe centrum van Barendrecht. Meer parkeerplaatsen. En verder, ja, het is redelijk compleet. Misschien wat meer overdekt nog. Maar ja, goed, het is natuurlijk niet elke zomer zo slecht weer. Wat vindt u op dit moment positief aan het centrum? Dat je toch best een verscheidenheid hebt aan winkels. En dat je hier en daar eens ergens koffie kan drinken. En ja, toch wel, ja, alles is er wel zo'n beetje. Bent u het eens met omwonenden dat de vernieuwing van het centrum radicaal financieel onhaalbaar is? Ja, ik denk dat ik er wel mee eens zou kunnen zijn. Ja, ja. Ja, dat het eigenlijk alle vloeren scheef zijn. Ik loop natuurlijk met krukken. En ik zie dus bijvoorbeeld dat ik daar niet makkelijk naar boven toe kan, dat er een trapje is. Dus dat is voor mij al een probleem nu. En wat vindt u positief aan het centrum? Dat hier veel winkels zitten, dat er niet allemaal dezelfde soort winkels zien. Bijvoorbeeld ook een dierenwinkel, speelgoedwinkel, brillenwinkel. En dat er niet één eenheid aan winkels is. Dus eens met de bewoners dat dit besluit radicaal is, financieel onhaalbaar? Het is inderdaad radicaal. En om hier 500 woningen neer te zetten, althans wooneenheden, waar je pakweg 1,7 parkeerplaats per woning voor auto's moet rekenen. Dus 850 auto's, die zijn hier helemaal niet te parkeren. Wat vind je positief aan het centrum? Weet ik eigenlijk niet. Ja, het is gewoon leuk, gezellig. Tenminste, op deze dagen niet, maar het midzomerfestival is altijd heel leuk. En ze organiseren altijd heel veel, vind ik. Barendrecht wil net een stapje te groot worden. Ja.